Hey, Janine. Hallo. Dag Hans. Hallo. Ik zie dat Karel een mooie aanwinst is voor het team. Ja, zeker. Hij wenst het bezoek en de bewoners wijst hij de weg. En hij geeft aan wanneer er wat te doen is hier. Dus ja, is echt mooi. Ja, geweldig. Ja. Nou zat ik te denken, misschien is het ook wel wat om Karel juist wat oefeningetjes aan te leren. Zodat hij ook de behandelaren zou kunnen helpen. Ja, leuk idee Hans. Maar hij is geen fysiotherapeut. Daar heb je wel gelijk in, maar... Kijk hem nou staan, hij is slim, hij is leergierig, hij wil graag wat betekenen voor de mensen. Ja. Ik denk dat we hem wel het een en ander bij kunnen brengen. Er zit wel wat in. Kunnen we natuurlijk altijd proberen. Nou, dan gaan we dat doen. Oké dan. Nou Karel, welkom in de oefenzaal. Dit is de plek waar ik je het een en ander ga bijleren over de oefeningen die de mensen moeten gaan doen. Zullen we maar van start gaan? Nou, succes Hans. En Karel. Let op Karel. De eerste oefening die we gaan doen gaat als volgt. Je mag de cliënt vragen om rustig op de stoel te gaan zitten en vervolgens zijn been te laten rusten op de zitting. En dan mag je vragen of hij het been kan strekken. Die oefening gaan we een heel aantal keren doen. Wij zullen jou wel vertellen hoe vaak ze die oefening moeten gaan doen, zodat we ook nog een beetje kunnen samenwerken. Goed opgelet. Ik denk dat je dat nu wel zelf zou kunnen al. Hallo Karel, wat fijn dat ik met jou kan oefenen. Leggen we de oefening uit of laat je hem zien? Blijft u rustig zitten in de stoel en dan gaan we het been strekken. Daarbij mag u het bovenbeen laten rusten op de zitting. We gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 10. Goed gedaan, Karel. Je bent geslaagd. Nou, Janine, Karel is geslaagd. Dat is mooi. En vanaf nu mag hij jullie dus ondersteunen en ons ook ondersteunen bij het doen van de oefeningen bij de cliënt. Dat is hartstikke mooi. Top gedaan, Karel. Goed gedaan. Welkom bij het team.